Een woordvoerder kan een brug bouwen tussen de vele sectoren die een mens moet bestrijken als journalist en tussen hun eigen specifieke job. Dat wil zeggen, je krijgt heel veel concrete informatie over pakweg de scheikundige sector, de diamantsector, de ziekteverzekering enzovoort. Dat is heel belangrijk dat je concrete, directe informatie krijgt. Niet zozeer een doorlichting van hun bedrijf, dat ga je toch niet vragen, want zij zijn er niet bevoegd voor. Zij kunnen alleen maar zeggen wat het bedrijf inderdaad kwijt wil. En je weet ook van een woordvoerder dat hij niet alles gaat vertellen natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat je controleerbare, pertinente, realistische informatie krijgt.